start is gevallen. Die begint met een galoppade voor Ballamanco. En de leiding wordt aan de relingzijde genomen door Ueda Stardust. Tweede plaats is voor Alphonse Migliore. Derde aan de buitenkant Samavon. Vierde ligt Andrea Swageman. De vijfde plaats is voor Zero Option Lane. En Juni de Linde blijft in het derde spoor hangen. Gaat door het derde spoor de eerste bocht door. En de paarden gaan de eerste bocht door met aan de leiding nog altijd Ueda Stardust. Ueda Stardust gaat hard genoeg. Heeft anderhalve lengte voorsprong genomen op Alphonse Migliore. Daarachter volgt Andrea Swageman met Samavon daarnaast. Dan Zero Option Lane. Met aan de relingzijde de favoriet Avenir C. Daarachter in het tweede spoor Treasure Trail. En achter Treasure Trail volgt dan in het eerste spoor aan de relingzijde dus Satopec Arnie. Dan Juni de Linde die toch een mooi plekje heeft gevonden. Daarachter gaat binnendoor naar voren Yale. En aan het buitenkant is het dan Ruud Pols die daar positie probeert te kiezen met Axel W. Roos. Zo zijn we de eerste 500 meter door. De opening was 1.16.4 en nog altijd vooraan Ueda Stardust. Ueda Stardust maakt de tempo, doet hij graag. De deelnemer daarachter ook, maar die heeft de kans vandaag niet. Alphonse Migliore. Ze gaan de paarden de bocht door. Plaats 3 aan de buitenzijde is nog altijd voor Samavon. Samavon heeft het niet makkelijk, maar dat geldt zeker ook voor Juni de Linde. Is nog altijd dat derde spoor niet uit en doet nu zijn uiterste best om naast de leider te komen. Gaat op dit moment gebeuren, maar hij kon nog niet naar binnen. Nu kan hij wel naar binnen. Juni de Linde komt naast de leider. Eens kijken of hij dan ook gelijk door wil rijden. Dat wil Luut Doper wel. Luut Doper geeft flink gas aan de binnenkant. Doet ook Jeroen Offringa dat. Het lijkt wel finish en zo gaan ze de laatste ronde in. Juni de Linde heeft nu iets voorsprong en gaat naar binnen en heeft de leiding overgenomen. Juni de Linde op de tweede plaats Ueda Stardust. Dan Alphonse Migliore. Vierde ligt Samavon. Vijfde Andrea Swageman. Zesde Zero Option Lane. Zevende vast aan de binnenzijde Avenir C. Achtste is Treasure Trail. Negende Yale. Tiende Satopec Arnie. Elfde is in het tweede spoor op dit moment Axel W. Roos. Door het derde spoor gaat nu Tsuhalter naar voren. En laatste ligt Ballamanco. Zo hebben we de eerste kilometer gehad in 1.17.1. Zijn we alweer op weg naar de laatste bocht. Uitgeschakeld nummer 14, galop. 14 uitgeschakeld. En de leider is Juni de Linde. Juni de Linde leidt. Daarachter gaan de proppen eruit bij Ueda Stardust. Derde plaats aan de buitenkant is voor Samavon. Maakt een sterke indruk. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. In de Hans IJsvogelprijs. En het is nog altijd Juni de Linde die leidt. En Hans IJsvogel had altijd één handelsmerk. Hij riep altijd als ze hier waren. Ze zijn halverwege de laatste bocht. En dat doen we nog altijd. Halverwege de laatste bocht voorbij inmiddels. En aan de buitenzijde komt nu Tsuhalter naar voren. Tsuhalter, alweer André Bakker die eraan komt. En we zijn in de laatste rechte lijn. Maar het wordt een massasprint. Door 5, 6 sporen komen ze eraan. Ze zijn allemaal bruin of zwart door de modder. Maar het is Tsuhalter die heeft overgenomen. Tsuhalter, André Bakker, midden van de baan. Helemaal aan de buitenzijde komen ze dichterbij. Nog altijd Tsuhalter. Ze gaan naar de streep. Daar komt Avenir C. In de allerlaatste pas is hij er overheen. Avenir C voor Tsuhalter. Derde Ballamanco. Die liep een geweldige koers. Die sprong aan de start in de Hans IJsvogelprijs. Op dit moment, dames en heren, op de televisieschermen de finishfoto. 1.17.3 voor Avenir Zee, een 5-jarige bruine ruin van Buffetje de Noe uit Opera Victory. Gefokt door dat fraaie bedrijf uit Band en Bas Krebas. Spangenhoef is de eigenaar, Bas Krebas de winnende trainer en Dennis Minema de winnende rijder. Hoog bezoek vandaag op Victoria Park, want de man naar wie de koers vernoemd is de IJsvogel. Ik moet even zo een hand geven, maar ik moet een bestok leunen, anders val ik om. Dit overhandig ik je. Alsjeblieft. Ja, hij heeft vieze handen. Oké, dat krijg je ook. De bloemen heb je al gehad. De trainer. Maar goed zo. Maar het zo gefeliciteerd. En onthoud één ding. Dat het gaat op het ogenblik in de sport nou niet zoals het moet gaan. Maar er is wel één ding. Nederland, en ik ben in alle grote racebanen in de hele wereld geweest... Nederland heeft super piqueurs en zeer goede trainers en vooral ook hele goede paarden. En we presteren op dit moment juist het minste. Maar als ik nou zo'n koers zie als deze Hans IJsvogelprijs, dat is nou precies de manier waarop ik zou willen dat alle koersen verreden werden met 3 paarden in zo'n stukje door de finish. En onthoud het, we zijn wel op de goede weg wat betreft de start piqueurs, over 10 minuten. De trainers en de paarden. En laten we nou hopen dat de sport in Nederland weer terugkeert naar het echte oude niveau. En dan zijn we er allemaal bovenop. Ja. Dank u wel, meneer IJsvogel. Dennis, ik hoorde verkapt een mooi compliment aan jouw adres. Ja, ik vond het een hele mooie toespraak van meneer IJsvogel. Dat zijn namen die jou nog bekend in de oren klinken? Ja, zeker. Dat zijn namen die je moet kennen. Hè? Ja, absoluut. Wat een mooie rit. Waar kwam je vandaan? Ik weet het zelf niet eens. Nee. Ik heb alle sporen gehad volgens mij. En, ja, hij komt enorm hard af. Normaal gesproken komt hij niet zo hard af. Maar het voel is vandaag heel goed. En ja, hij maakt fantastisch af. Super. Een mooie winnaar. Avenir Zee, Dennis Minema.